Ja, vrienden, ook zo genoten van die enorme, mooie stilte bij dat interview van die Jinek met die Caroline van der Plas, van de BBB. Ja, oh, was hij mooi zeg. Nee, er kwam niet een dominee voorbij, nee, er kwam een heel peloton nonnetjes voorbij. Ja, prachtig was het. Ja, en weet je hoe dat gaat nu daar in Hilversum? Kijk, voor GroenLinks en D66 en weet ik veel, VVD, daar gooien ze de loper uit. Ja, geweldig, want die verkiezingen, ja, die komen eraan in maart. Dus we gaan nu heel veel politici zien. En ja, al die partijen, die worden met de fluwelen handschoen benaderd. En die, ach, die mogen allemaal vertellen wat ze willen. Maar de BBB, die was in het begin, was dat, toen vonden ze het allemaal lollig nog in Hilversum. Ach, zo'n eenmanspartijtje, een beetje voor die boeren. Maar nu, ja, nu gaan ze groot worden en groter en groter en groter. En nou moeten ze natuurlijk, zeker de Jinek, want die is natuurlijk alleen maar met flauwekul bezig. Maar die moet aan de grachtengordel laten weten, want zo zit dat dan, vrienden. Dat ze toch wel heel serieus is met het gedachtegoed van de gordel. Dus, nou, die gaat dan kritisch de BBB aanpakken. Nou, en daar gingen we dan, hoor. Ja, ja, ja. En, oh, Jinek, die ging eens eventjes in de aanval. En die ging vertellen van, ja, maar ik heb gelezen, Caroline, dat jij geen voorstander bent, hè, van de vrijwillige uitkoop van de boer. Nou, zegt ze, ik heb gezegd, ik ben er niet tegen. Nee. Dus, en daar zat ze dan. En zo was het ook, dat had ze gezegd in een interview. Ja, en wat kregen we daar? Een vastloper, die Jinek. Slecht voorbereid, niet goed ingelezen. Wordt volkomen weggespeeld daar door die Caroline van der Plas. Die bleef daar rustig zitten en er gebeurde helemaal niks. En niks aanval. En toen kwam dus dat hele peloton met nonnetjes voorbij en kregen we daar de mooiste stilte van het jaar. Nou, wat een pijnlijke afgang voor die Jinek. Ja, en die Caroline van der Plas, ja, die speelde dus uit. Daar begon het al mee. In het Hol van de Leeuw daar in Hilversum. Ja, en die bleef dus helemaal strak overeind. Een hele prachtige uitoverwinning voor Caroline van der Plas. Dus de einduitslag was Jinek 0, Caroline van der Plas 2. Haha!